niet aangeboren hersenletsel is een afwijking of beschadiging van de hersenen die na de geboorte is ontstaan. Hersenletsel verandert mensen. Bijna niemand wordt meer zoals hij of zij was. Ongeveer 650.000 Nederlanders ervaren beperkingen als gevolg van hersenletsel. Er zijn elke maand op meerdere locaties in Nederland trefpunten voor mensen met hersenletsel en voor hun partners. Sinds het uitbrengen van mijn documentaire Ik en jij kan meer dan je denkt over niet aangeboren hersenletsel, ben ik nog meer geïnteresseerd geraakt in het onderwerp en de mensen die dit van dichtbij meemaken. In deze documentaire volg ik Zwaantje Wijbenga de Boer uit zijn Anna-parochie. Met haar leeftijd van 81 jaar is ze nog erg vitaal en doet ze vrijwilligerswerk voor de hersenletseltrefpunten in Leeuwarden en Harlingen. Zwaantje heeft 3 kinderen, 4 kleinkinderen waarvan er 1 is overleden en ook nog bonuskleinkinderen. Zwaantje was 45 jaar getrouwd met haar man Dirk. Na een periode van ziekte is Dirk in 2007 overleden. Zwaantje vertelt mij over deze periode. Mijn man die moest een nieuwe hartklep hebben. Nou, de cardioloog zei dat was een fluitje van het zend. Ik hoor het hem nog zeggen. 7 april ging die in 99 ging naar het ziekenhuis in Groningen. Dat moest toen nog in Groningen. En dat was op een dinsdag. En de woensdag kwam ik, nou, dinsdag waren we geweest, de woensdag weer. En toen praatte hij zo raar. Maar ach, hij was net geopereerd. Maar de donderdag kwam er iemand bij bed. Of dat nou een arts was of een verpleegkundige, ik weet het niet. En die zei, er is iets misgegaan tijdens de operatie. Er was een stukje kalk van de oude hartklep in de bloedbaan gekomen en in de hersenstam gezien. Ja, dat vertel ik nou zo, maar toen begreep ik er dus helemaal niks van. Hij heeft er 5,5 week gelegen. En toen zei ze, toen we er weggingen, toen zei ze tegen me van, hij moest maar eens 3 jaar verder zijn. Ik dacht, nou, die zijn gek. Maar hij moest na die 5,5 week, ging hij weer naar de afdeling cardiologie in Leeuwarden. Daar heeft hij ook nog 2 dagen gelegen. En die hele hartklep, die waren we vergeten. Maar mijn man die kwam als een stumper uit het ziekenhuis. Hij was dus, ja, hij was heel mager en hij had een gezichtsveld, was niet goed. Hij kon niet goed praten. Nou, er was van alles aan de hand. Dat was, ja, dan ga je dus gezond heen, alleen voor een hartklep en dan kom je zo terug. Ik vond dat best wel moeilijk. Om te zien dat mijn vader was altijd een hele sterke man. En hij was gezond en hij genoot van het leven. En toen moest hij die hartoperatie ondergaan. En niemand had kunnen voorzien dat hij er minder goed uit zou komen dan hij erin was gegaan. Dus dat vond ik best wel lastig. En om mijn vader zo te zien. Hè, hij was ziek en best wel hulpbehoevend. Maar door de manier waarop hij ermee omging en mijn moeder ook. Was dat voor mij ook wel makkelijker. En dan kom je thuis op zaterdag. Nou, en ze hadden gezegd, dus ik moest dan hulp hebben. Dan moest de verpleegkundige komen van de thuiszorg. Nou, ik dacht, dat kan ik zelf allemaal wel doen. Dat hoeft helemaal niet. Maar onze jongste dochter die zei, doe dat nou maar. Mem kan ze zo weer weg doen. Dat geeft niks. Doe dat nou maar, probeer het maar. Nou, als die niet geweest was, wie kwam de maders? Nou, dat weet ik niet. Had ik er onderdoor gegaan. Ik kon wel begrijpen dat mijn moeder dat zelf wilde doen. Want zoals werd gezegd, van, hè, we hadden natuurlijk gedacht dat mijn vader weer beter zou worden. Dus en bovendien hebben we het er eigenlijk helemaal niet over gehad. Of dat wel, het was geen keus. Het was waar ze voor kwamen te staan. En mijn moeder deed dat gewoon. Wat we wel belangrijk vonden was dat ze er wel hulp bij kreeg door het aannemen van thuiszorg en andere dingen. Dus dat was even voor haar een stap, maar dat heeft ze wel gedaan en dat is hartstikke mooi. Dus hebben we ons gemalen eten hebben en dat was allemaal, het was heel moeilijk in het begin. En ik begreep er ook niks van. Ik dacht, hij wordt gewoon beter. Ik wist niet wat er aan de hand was. Want in het ziekenhuis had ik ook nog gevraagd, denkt u aan een broerte? Toen die zei die donderdag van het is niet goed. En toen zei ze van nee, het is geen broerte. Nou, in broerte, dat wist ik wel wat het was. Mijn vader had 2 keer gehad. Maar dit, nou, dan wordt hij gewoon weer beter.
Maar het was dus niet zo. Maar ja, zo langzamerhand kwam ik er wel achter dat hij niet meer beter werd. Wel beterder, zeker weten, maar niet beter. Hij is nooit weer helemaal beter geworden. In 2007 is mijn man overleden. En die hele periode, dat is een hele kostbare tijd geweest. En ik zeg het niet omdat hij dus niet meer is, maar het is gewoon zo. Wij kwamen dichter bij elkaar. Wij waren altijd aan het werk, allebei. En nou hadden we het, we waren samen. En nou, dat is een hele, hele goede tijd geweest. Mijn man die kreeg nog een driewielfiets. Nou, dat was ook geweldig. Nou, en dan wou die graaf vissen. Maar ja, daar moest ik eerst mee. Maar toen hebben we met de drie kinderen hebben gesproken. Daar hebben we met z'n vijven over gehad. Van wat doen we? Mag hij alleen vissen? Nou, hij kon wel eens in het water kiepelen. Dat kon best. Nou, dat verdronk hij. Dat was niet leuk. Maar we hebben gezegd, we willen, hij moet alleen vissen kunnen. Dus dat bewonderde ik ook wel heel erg in hem. Dat hij toch doorzette. Hè, met al zijn beperkingen die hij toen had. En we hebben ook nog veel dingen gedaan, hoor. We zijn zelfs twee keer naar het buitenland geweest. Met de caravan. Mijn man die vergat heel veel dingen. En dat heb je eerst wel door, maar niet echt. En dan ben je bij de verdop. En dat is heel indrukwekkend. En dan waren we 2 jaar terug, 3 jaar terug ook geweest. En dan sta je daar samen en dan is hij er dan nooit geweest. Nou, en dat komt hard binnen. Stonden we samen te halen, dat weet ik maar heel goed. Dat was heel erg, ja. En als ik dan achter hem aan fietste, hij op de driewiel fietst. Nou, ik was echt heel trots op hem dat hij dat deed. Dat vond ik geweldig. Ja, echt waar. Ik was al heel trots op hem. Ja, ja. Het was ook, nou, hij was ook heel lief. En hij vertrouwde me ook voor 1000%. En dat was wel eens, als ik zei dat, nou, dat kan wel, of het is niet erg. Dan was het niet erg. 4 weken, 3 weken voordat hij overleden is. Toen kwamen wij van een camping in Wittelenbrug. En toen zeiden we tegen elkaar van, want we hadden het er wel eens over. Ik zei, dat ik er nou niet meer ben, dan moet jij naar een verpleeghuis. Want hij kon hem niet alleen redden. Dat was in die tijd wat makkelijker allemaal. Of er moet allemaal hulp komen. Maar ik zei, ik red me wel. Maar ja, tot zover dat jij er niet bent. Maar verder red ik me wel. Nou, en ik heb dan gewoon de draad weer opgepakt. Dirk had afasie. En daardoor is Zwaantje in deze tijd in aanraking gekomen met het CVA-café, waar ze mij meer over vertelt. 2004, toen werd ons gevraagd als wij mee samenwerken wouden om het CVA-café op te richten in Leeuwarden. Nou, dat hebben Klaske Muller en ik toen gedaan. Dit was in een thuiszorg. Aan de Tesselskadestraat, dat was onze eerste bijeenkomst. Ze hebben het nou in Ammergeheim. Ja, we zitten er gezellig, we nemen zelf koekjes mee. Nou, ja, dat is best wel goed. Mijn moeder die is dus al sinds 2004 betrokken bij ja, voorheen CVA-café en nu hersenletseltrefpunt. Ja, dat vind ik echt fantastisch. Ze doet dat met zoveel liefde en zoveel aandacht. Ik denk dat ze vooral daar ook een luisterend oor is voor de mensen en ook de mensen positiviteit mee kan geven in, de, ja, in hun dagelijkse leven met de moeilijkheden die de mensen ervaren. Ja, ze dus herkent de problemen van de mensen en kan daar dan op haar manier mee omgaan. Ik vind het nog altijd mooi en ik vind het nog altijd, ik ga er met veel plezier heen. Ik kom er soms heel, heel erg moe weg, want dan heb je hele gesprekken gehad. Maar dat weegt niet op dan om op te houden. Het is te mooi, het is te fijn. Op een dag ga ik met Zwaantje mee naar het hersenletseltrefpunt in Leeuwarden. Nou, we zijn nu in Leeuwarden, bij Ammergeheim. Daar hebben we nu ons hersenletseltrefpunt. Ik wil altijd zeggen CVA-café, dat is toch wel zo vervelend. En dat begint pas om 3 uur, maar ik ben er altijd heel vroeg. En ik heb eerst even Titia, daar heb ik misschien wel wat van gehoord. Nou, die heb ik ook even opgehaald. Nou, en ik hoop dat er vanmiddag wat mensen komen. We moeten maar afwachten. Dat is altijd een verrassing. En dit is nou ons hersenletseltrefpunt. De mensen die komen nou binnendruppelen. En het is het mooie, ik kom net een mevrouw binnen die haar zuster meegenomen heeft. Nou, en dat vind ik nou zo mooi. Dat er dus niet alleen de partners komen,
maar dat er ook familie mee komt. Want de mensen snappen er vaak helemaal niks van. En wat ook zo mooi is, iedereen is hier gelijk. Iedereen kan zijn verhaal kwijt. Je hoeft je echt niet mooi voor te doen als je bent. Dus, en het, nou, dat zijn de mensen dus met een hersenletsel. En dat vind ik mooi en daar kunnen wij het voor doen. Ze doet 2 keer per maand een hersenletseltrefpunt in Leeuwarden en Harlingen. Nou, dat besteedt ze een hele middag aan. Ze neemt zelf koekjes mee en nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Bij het trefpunt ontmoet ik Titia. Titia Kloosterman, afasie. Praten moeilijk, maar oké, maar weg mij. Hier wel, maar hier niet. Titia heeft een aanwijsboekje om makkelijker te kunnen communiceren. Appel. En eten en. Ja, nu wel. Ik ben benieuwd naar hoe ze elkaar ontmoet hebben. Nou, hier van het hersenletseltrefpunt, daar kwam Titia. En dat was al in het ziekenhuis. Daar hadden we het eerst dus en daar kwam Titia. Nou, en maar ja, en dan komt er iemand die bijna niet praten kan. En oei, dat oei. Is moeilijk. Oei. Dat was moeilijk. Een leerobject wassen voor die verpleegkundigen. Nou, en dat vond ik zo mooi. En dat vond ik zo dapper van haar. Vond ik zo dapper. En ik, nou, ja, nou, echt waar. Ik vind je zo... Ja, ik, echt waar. Ja. Nou, dat was het, hè. Je hebt daar afasie. Eenzijdige verlamming. Mensen die dus daar je niet aan wat aan ziet. Dat vind ik dus heel erg. Want er is niemand die daar rekening mee houdt. En ze kunnen zomaar opeens beginnen te huilen. Of anders wat, of boos worden. Mijn man, dat zag je. Die liep niet goed, die praatte niet goed. En hij had een driewielfiets, nou dat was wel zielig. Maar die onzichtbare gevolgen, dat vind ik heel erg. Ja, dat is ook een beetje, dat ik, ja, dat vind ik heel erg. Maar gelukkig hebben wij het 7-jaar-café. Zwaantje heeft nog veel herinneringen aan Dirk en koestert deze. Dit is van mijn man. Dit heeft hij gekregen toen hij afscheid nam, noodgedwongen dus, van het muziekkorps. Dan was hij 51 jaar lid geweest. En dat was met veel tranen. Als het in de kerk speelde, het korps, dan was hij aan het huilen. Dat is altijd zo geweest en dat, nou, dat was gewoon zo. Dus dit was de muziekvereniging Berdine. En hier heb ik nog check. Dit is van 99. Dat heeft van 99 ligt het op een kapstok. Ja, gulden zit dat nog, hè? 7,25. Nou, dat ligt op een kapstok. Het was een stoere man. Maar ja, dan knaak je helemaal in elkaar. Het is een sneu. Ja, het zijn toch wel dingen die te... Die het heel dierbaar zijn. En dit ook, dat het er al zo lang, al 20 jaar ligt. Nou, dat vind ik ja, heel mooi. En waarom laat je het op de kapstok liggen, de cheque? Dat mocht niet weg van mijn man. Nou, dan laat ik het er al liggen. Het ligt er nog altijd. Het ligt er al 12 jaar na mijn man zijn overlijden. Ja, dat hoort erbij. Dat laat ik er liggen als ik verhuizen moet naar een bejaardenhuis. Of wat ik er niet meer ben, dan doen de kinderen het maar aan de kant. Maar nou niet. Na het overlijden van Dirk heeft Zwaantje het leven met beide handen aangegrepen. En gaat ze zelfs alleen op vakantie. Mijn moeder gaat alleen op vakantie. En ja, mijn moeder die heeft een VW-busje. En voorheen ging daar de driewielfiets van mijn vader in en haar fiets. En dan gingen ze samen op stap en dan gingen ze op vakantie en de caravan ging mee. En nou, zo gingen dan zij dus op reis. Maar sinds mijn vader overleden is, gaat mijn moeder in dat busje op vakantie. Dus dan doet ze een matras achterin en de fiets komt erbij en dan gaat ze reizen. Ik ben een keer naar een camping in Kroatië geweest, onder Zagreb. Toen dacht ik, nou, ik wil ook even bij de kust langs.
Toen mijn plaats was ik in Griekenland, toen dacht ik ben wel naar het weg, maar ik moet ook weer terug. Nou, en van het zomer ben ik dus naar Frankrijk gegaan. En toen ben ik over de Pyreneeën van oost naar west gegaan, aan de Spaanse kant. Nou, en toen was ik bij de Picos van Europa en dat was zo mooi. Nou, toen was het nog maar 300 kilometer naar Portugal, daar kon ik ook nog wel even heen. Nou, en zo ben ik weer teruggekeuteld. Nou, prachtig. Ja, en dan geniet ik. Dan geniet ik met volle teugen. Ja, vind ik zo mooi. Vind ik zo mooi. En in het begin, want ik even kijken, ze is in 2008 voor het eerst alleen op vakantie geweest. Dan hadden we contact via de sms. En nu is het via de WhatsApp allemaal veel makkelijker. Dus is er dagelijks even contact. Van waar ben je? Dan kijken wij dat even op de kaart. En ja. Dus ja, ik vind het alleen maar mooi dat ze weg is. Ja, en ze geniet daarvan. En dus dat is super. Ik doe dit allemaal en ik heb gelukkig de gezondheid en daar ben ik ook heel, heel, heel dankbaar voor. En daar ben ik me ook heel erg bewust. Maar er zijn veel mensen die kunnen het wel, maar die doen het niet. En dan denk ik, doen! Want zolang als je bezig bent, dan is het mooi en dan is het leven waardevol. Doen! Ik heb Zwaantje leren kennen als een betrokken en gedreven persoon met alles wat zij doet voor de hersenletseltrefpunten. Deze prestatie is eind 2019 beloond met de PIBET Barends Westerbeek Award als vrijwilliger van het jaar. Zwaantje geniet volop van het leven en ik verwacht dat ze de komende jaren nog veel van de wereld gaat zien.